Nordica Spitfire Pro. Nou, ik heb dikke benen nu van skiën. Niet omdat die ski dat per se vraagt, maar wel op het moment dat je dat doet, is dat die ski je heel veel teruggeeft. Veel versnelling. Die skis willen echt naar voren geskiet worden. Voelt een beetje aan als een wedstrijdskier met een klein tintje wat het net iets gemakkelijker gemaakt. Hele serieuze constructie. Dubbel titanal. Nou, dat voel je, want op het moment dat ik met mijn voet denk aan het maken van een bocht, dan hup, klapt die mij meteen de bocht in. En ik krijg eigenlijk nog een schop in mijn rug van de versnelling. Maar goed, als je dat eenmaal weet, is het een hele fijne hoogniveau sportski. Misschien wel tegen wedstrijdski aan, die heel erg dynamisch moet skiën. Nou, ik heb hem geskiet op 1,74 meter, radius 16 meter. En heel veel vergelijkingen met die wedstrijdski. Nou, wie moet er nou op skiën? Ik denk dat een goede skileraar hierop zou kunnen skiën. Op het moment dat je een ervaren skier bent en je wil vooral op de piste een ski die je heel veel vertrouwen en grip geeft en versnelling naar voren, dan heb je aan die Doberman Spitfire Pro echt een waanzinnige ski.